Ik stel voor dat we maar eens gaan starten. Ik ga af en toe een schermpje met jullie delen. Met een vraag die als uitgangspunt gaan nemen voor het verloop van ons gesprek. Het thema wat we hebben gezegd, van, nou, hoe ga je nou als opleider om met de coronacrisis? De Manon en ik spraken elkaar een paar weken geleden. Zeiden, nou, dat zou wel interessant zijn om daar eens met collega's in het vak over te praten. Nou, daar zijn wat vervolgvragen uit gekomen. De eerste die ik zou willen stellen, en ook het verzoek om voor iemand om daarop te reageren. Van, hoe blijf je nou in deze tijden in contact met je klanten of deelnemers? Wie zou ik het woord mogen geven? Dus hoe blijf je in contact met je klanten en of deelnemers? Nou, als ik een voorbeeld mag geven. Wij draaien vanuit Ondernemerslab. Hebben wij een ROC breed keuzedeel ondernemen. Daarin zitten een stuk of 30 studenten. 28 verdeeld over twee groepen. Het keuzedeel ondernemen volgen, ondernemend vakmanschap om precies te zijn. En de bedoeling is dat die studenten toewerken aan een eigen businessmodel en hopelijk ook die business zullen gaan starten. We zijn daar fysiek mee begonnen in februari voor de lockdown. En een aantal bijeenkomsten hebben we gehad, fysiek, zowel op locatie bij bedrijven als ook in de vestiging zelf. Even voor het beeld hoor, want dat betekent jullie zijn gestart voor de coronacrisis en ja. Werden overvallen gedurende het programma door de coronacrisis. Ja, en wat wij toen gedaan hebben is eigenlijk binnen een week de bijeenkomsten voortzetten op een digitaal platform zoals dit, Teams. En wat je dan merkt, en daar gaat het mij dan in dit verhaal om, wat je dan merkt is dat dat studenten waar je al een bandje mee opgebouwd hebt, die je al een aantal keer gezien hebt, die kun je redelijk betrekken bij het vervolg en bij de vervolgstappen. Maar wat je ook merkt is dat als je bijeenkomsten organiseert of workshops geeft of iets dergelijks. En er zit een man of 15, 16 achter het scherm. Waarvan je er in eerste instantie maar 3 zag. En nu kun je met 9 man in beeld. Dat het heel erg lastig is om het echte contact met elkaar te hebben. Ja. En herkenbaar. Ik spreek ook collega's die zeggen ook van. Ja, je doet je verhaal, maar het oogcontact, de mimiek, de lichaamshouding. Ja. Het werkelijke contact is er niet. Dus dit is heel mooi om op afstand toch dingen voor te kunnen zetten. Maar ver van ideaal. Om ook even andere mensen de kans te geven. Dus jullie hebben gekozen voor Microsoft Teams. Dus jullie hebben het programma online voortgezet. Ja, klopt. Hoe is dat bij jullie gegaan, Hendrik? Ja, bij ons is dat in die zin lastiger. Wij hebben enerzijds, we doen veel mails registratie bij het CBR, CCP zo genoemd. En die zijn compleet dichtgegaan. Ook registratie van e-learning en alles is platgelegd. Dus in die zin waren we eigenlijk met handen en voeten gebonden, want er konden niks. We konden niet registreren, niks faciliteren. Dus we hebben echt 7 weken op de uitvoering en training compleet stilgelegen. Zo. Dus ja, we konden niks registreren. We hebben wel wat trainingen door kunnen laten gaan, maar op afstand ook, via Teams. Dat is toch het medium daarvoor. En enkele 1-op-1 training met een achtneming van de afstand, wat mogelijk was. Maar voor de rest hebben we eigenlijk nagenoeg 7 weken in de uitvoering in ieder geval stilgelegen. Dus in het slechtste geval kan dat zo zijn geweest dat iemand 7 weken lang geen contact met jullie heeft gehad? Niet fysiek in elk geval. Telefonisch uiteraard wel. We hebben iedereen gebeld, geplaatst en ook wat tools meegegeven om tussendoor een paar kennis hiervoor bij te blijven. Als voorbeeld de opleiding voor vrachtwagenchauffeur. Er zit een theoretisch gedeelte in. Daarmee zijn we overgegaan naar e-learning toe. Dus we hebben gezegd, jongens, wat klassikaal liep, moest stoppen. Hebben we deels toegang gegeven tot e-learning. Om dan toch hun kennis en vaardigheden bij te kunnen houden en bij te kunnen scholen. En dat ronden we nu weer klassikaal in beperkte vorm af. Lijkt een beetje op wat Jan vertelde. Hè? Van we werden overvallen. Sommige dingen lagen stil. En andere dingen konden doorgang vinden in aangepaste vorm. Dus ja, al met al. Wij hebben ruim 1200 cursisten af moeten bellen. Nog 7 weken tijd.
Dit wil redelijk impact gehad op de bedrijfsvoering. En nou mag het terug. En nou langzaam maar zeker een andere vorm, aangepaste vorm weer terug. Ja. Dus ja, letterlijk zondagavond na de persconferentie was de telefoon rood gloeiend. En gewoon alles eruit. Letterlijk. Op zondagavond stond de telefoon al rood gloeiend. Ja, onderling met collega's. En maandag hadden we gelukkig wel een dag uitloop gekregen naar de maandag toe. Mm-hmm. Dus dat betekende maandag mochten wij nog de geplande zaken afronden vanuit de CBR. Ja. Althans voor de beroepschauffeurs, de rest niet. En vanaf dinsdag was alles plat. Oké. Ja. Poeh, dankjewel. Erik, wat kun jij vertellen? Nou ja, bij onze businesspoot we zijn de Deltion praktijkopleider, dus heel veel op de werkvloer. Dus dat is eigenlijk de kracht dat je zo dicht mogelijk bij de activiteit van de deelnemer de lessen vormgeeft, zeg maar. Zodat ze het niet echt als school ervaren, maar meer als kennisoverdracht. Want veel mensen op het mbo die hebben, zeg maar, even wat zwaar aangezet examenvrees en willen niet meer naar school. Negatieve associaties met school. Zoals ik zei, even wat zwaar aangezet. Maar dus we proberen zoveel mogelijk in die werksfeer te komen. Ja, dat was eigenlijk onmogelijk vanaf die tijd. Dus dat is eigenlijk gestopt. En aan de andere kant hebben we ook een aantal theoretische cursussen in de administratieve sfeer. Die hebben we zo goed en zo kwaad mogelijk hebben die omgezet naar digitaal. Ik had er eigenlijk wel een hard hoofd in, omdat er een aantal docenten waren waarvan ik denk, nou, ik ben benieuwd of die dat aankunnen. Ja. Maar wonder boven wonder is het eigenlijk heel goed gegaan. We hebben hele positieve reacties van onze klanten ontvangen. Met name een grote accountantskantoor waarvan we een praktijkdiploma loonadministratie gaven met ergens 15 of 16 deelnemers. Dat deden we eerst op locatie bij ons. En nu online, die waren eigenlijk heel positief met 8 en 9. Dus dat was positief verrast. Dus dat is ook wel mooi, hè? Wat liever verrast dan dat ik teleurgesteld word. Dus dat is een beetje zoeken. Onderdruk wordt alles vloeibaar. Nou, alles is een groot woord. Je zit toch wel in de praktijk is het wel lastig. Yeah. Maar als je dan zegt, we schuiven het een beetje op. We zitten natuurlijk aan de onderwijskant. En dan zeg je al snel, we tillen het over de vakantie heen. Ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Maar voor heel veel mensen is het natuurlijk vakantie. Dus als je zegt, we schuiven het een maand op. Ja, dan heb je het al over september. Dus even fysiek, juni, juli, augustus. Bij 4, 5 maanden verder. Dat is nogal wat. Gelukkig ligt de druk daar niet heel hoog. Dat de opleidingen niet mission critical zijn. Dat zegt, nou, als we die cursus niet hebben, net als een chauffeursdiploma, dan kunnen we niet verder. Dus de operatie gaat wel door. Alleen, kennisverrijking is toch steeds belangrijker om bezig te blijven als bedrijf. En aansluiting te houden met de concurrentie om hun heen. En daarnaast houden we eigenlijk contact door te bellen met elke week een aantal bedrijven te bellen. Helder, dankjewel. Manon, hoe doen jullie dat? Hoe blijven jullie in contact met je klanten en of deelnemers? Ja, we hebben natuurlijk ook vanaf de lockdown alle activiteiten on hold moeten zetten. We doen opleidingstrajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En ja, we hebben gekeken wat daar in digitaal kan. Maar digitaal op het gebied van persoonlijke ontwikkeling is eigenlijk niet te doen. Dan moet je zo ongelooflijk veel inboeten op de kwaliteit. Dat we gewoon niet wilden. Dus vanaf 14, 15 maart lag bij ons ook alles stil. We mogen volgende week 1 juni weer opstarten met kleine groepen. En dat gaan we ook wel doen. Maar je merkt ook dat bedrijven daarin wat terughoudend nog zijn. Niet alle bedrijven aan boord in de zin van dat ze de mensen ook daadwerkelijk gaan sturen. En nou krijg ik er één bij in beeld, geloof ik. Ik vind de impact is best wel in die zin bij ons best wel groot. En je merkt dat ik heb hier eentje naast mij staan, dus ik krijg wacht even hoor. Wat is dat? De assistent. Dit ja, is nooit assistent, ja. Het voorbeeld van thuiswerken. Ja, charme, hè? Dat is een charme. Hollands welvaren, heel goed. De jonge trainee. Hij mag het, hij is vandaag jarig. Hij is 4 jaar. Oh, gefeliciteerd. Kijk. Ja. Oh, dan komt er zo nog wel meer familie binnen. Ja, vlaggetjes. Kom allemaal langs. Ik heb het zeggen, maar allemaal na 3 uur. Hij is gebroken. Dat uitblazen, niet. Dus die impact bij ons is echt wel heel erg groot. En wat hebben we wel gedaan? Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te noemen. We hebben met bedrijven hebben eigenlijk zo'n beetje 2 wekelijks, 3 wekelijks wel contact.
Omdat we naast ons opleidingstraject ook de bedrijven ondersteunen op een stukje indoor en uitstroom. Nou ja, dat is wel, op dit moment zijn dat natuurlijk hele relevante thema's. Dus die contacten zijn er. En met de deelnemers hebben we wel met alle groepen intervisies gepland via Teams. En die we hebben gedaan, maar ook iedereen individueel wel gesproken. Zodat het individuele traject ook gewoon door kon gaan. Maar alles wat in groepsverband ging, ja, dat lag stil. Dus eigenlijk wat je zegt is, door het type trainingen wat wij geven, wat heel gaat over persoonlijke vaardigheden, wordt het lastig om dat te combineren met dezelfde kwaliteit te halen met digitale middelen. Ja, we hebben het met meerdere trainers ook al besproken. En je kunt het wel met kleine sessies iets aanstippen, maar dan moet altijd wel een fysieke sessie achteraan. Ja. Nou ja, zolang daar nog uitzicht op was, en nu hebben we dat natuurlijk wel, konden we daar ook niks mee. Dat is wel interessant wat je zegt. Daar gaan we het straks even over hebben. Hoe hebben we het de afgelopen periode gedaan? En hoe willen we het de komende periode doen? Ja. En dan hoor ik al een deel van jouw antwoord. Wat trouwens gaat zijn. Een mix van online en fysiek onderwijs. Ron, ik ben er zelf wel bij betrokken. Maar in jouw woorden. Hoe houden jullie contact met je klanten? En met je deelnemers? Wij hebben eigenlijk gelijk de maandag de koppen bij elkaar gestoken, hoe nu verder. En hebben we daarbij een tweedeling gemaakt tussen het open aanbod en het maatwerk. Bij het open aanbod hebben we heel goed gekeken van wat kan doorgaan, wat zou eventueel digitaal door kunnen gaan. Dan wel, wat moet absoluut fysiek. Mijn credo was handel zoveel als mogelijk als normaal, maar dan digitaal. Maar ik sluit helemaal aan bij Manon. Sommige vakken die lenen zich daar totaal niet voor, omdat dat met name zit op vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Veel trainingen, cursussen zijn nog wel doorgegaan, digitaal, een beetje behelpen. Het intervisiegedeeltes hebben we via Teams kunnen doen. Coaching, e-coaching hebben we opgepakt. Bij de een werkt het beter dan de ander. Opleidingen zoals opleiding tot coach die nog niet gestart waren, die hebben doorgeschoven tot na de zomer. Dus we verwachten absoluut een piek belasting dus na de zomer. En trajecten die al opgestart waren, die hebben zo goed en zo kwaad als het gaat, hebben we door laten gaan. En overal is dat goed gegaan. Okay. Met betrekking tot de maatwerktrajecten hebben we onze maatschappelijke rol gepakt. Hebben we gezegd, we gaan even een pas op de paas maken. We gaan aandacht besteden aan bedrijven en kijken wat wij zouden kunnen betekenen in deze fase. Dus waar lopen jullie tegenaan en welke rol zouden wij daarbij kunnen betekenen? En een initiatief als deze, dus Windersheim op de Win-Win dialogen, is daar één van. Daarnaast hebben we hashtag Windersheim deelt, hebben we ontwikkeld. Iedere woensdagavond is dat. En zit hem ook met name op persoonlijke vaardigheden. Met thema's die bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan COFI of aan de kernkwadranten. E-coaching hebben we gratis aangeboden aan huidige deelnemers. En op termijn mogelijk aan alumni. En inspiratieclips hebben ontwikkeld, Vitaal Windersheim. Dus we hebben diverse initiatieven ontplooit die niet gericht zijn op harde sales, maar met name een bijdrage moeten leveren aan enerzijds voor zorgen dat we meer top of mind gaan raken. Dus dat wij als Windersheim zijnde ook gezien worden als opleider voor professionals en niet alleen de hogeschool voor studenten. En van daaruit in de hoop dat we een springplank weten te creëren voor de periode na de zomer. Dat het een soort met lead generator is geworden. En als je nou kijkt, want we hebben een periode van een maand of drie gehad waarin we, om het maar in fabriekstermen te zeggen, productieachterstand hebben opgelopen. Wanneer verwachten jullie dat te gaan inhalen? En Ron die noemde het al van vanaf september hebben we het echt enorm druk. Dus dat is al een deel van het antwoord van Ron dan, begrijp ik. Dat er in september veel op Windersheim ingehaald gaat worden. Hoe is dat bij de rest? Jan? Nou, als, bij ons is de focus nu echt gelegd op de examinering van onze studenten. Mm-hmm. Om even een indicatie te geven. Wij zijn een ROC met ongeveer 20.000 studenten. De meeste opleidingen zijn driejarig. Dat betekent dat elk jaar rond de 6.000 à 6.500 studenten een opleiding afronden.
en dus gediplomeerd moeten worden. En dus ook gevalideerd gediplomeerd moeten worden. Die inspectie is nu wel wat soepelder wat betreft de urennorm, maar natuurlijk niet qua examenkwaliteit. Dus dat betekent dat alle zeilen bijgezet zijn en dat ons CVB bijvoorbeeld ook gezegd heeft tot einde van de schooljaar, dus tot de zomer, geen evenementen en bijzondere bijeenkomsten plannen. Punt. Alle voorrang gaat nu op dit moment naar de examinering. En nou ja, het groot deel praktijkexamens. Een deel kun je natuurlijk thuis laten uitvoeren, maar heel veel ook niet. Dus ja, we gaan nu straks naar 15 juni. Echt wel kijken van, daar wordt nu hard aan gewerkt van hoe gaan we dat allemaal roosteren. Ja. En we mogen dan wel weer beginnen, maar we hebben nog steeds te maken met die 1,5 meter maatschappij. Nou, ik heb toevallig van de week de locatiemanager nog even gesproken. Die zegt ook van hoe wilden we dat in godsnaam doen? We hebben 7.500 studenten ingeschreven in onze hoofdvestiging. En als wij die 1,5 meter moeten hanteren, dan komen we maximaal op een bezetting van 2000 studenten per dag. En dan krijgen we er ook nog eens overheen dat het kabinet nu zegt van studenten in het mbo niet in de spits gaan reizen, maar na 10 uur en voor 4 uur weg. Nou, dan zit je op een kleine 1000 studenten per dag. Dat redden we niet. Dat is een gigantische logistieke uitdaging. Maar dat zijn de dingen waar wij als Windesheim ook mee te maken hebben. Hè? Elke onderwijsinstelling. Ja. En de druk die gaat liggen op de infrastructuur. Dus het reizen toe en weer naar huis. Dat geeft de grootste problematiek. Henrik, hoe is dat bij jullie? Je geeft aan van eigenlijk bijna alles stond stil. Dus je hebt productieachterstand. Ja, dat klopt. Dat klopt. En in die zin is dat lastig in te halen. Tenminste, met name wat voertuigen betreft. Kijk, vrachtwagens die 7 weken stilstaan, gaan niet extra inzetten aan het eind van het jaar, 7 weken. Dus nee. Ja, dat heeft gewoon zijn capaciteitsbeperking. Zo simpel is het gewoon. Anderzijds de groepstrainingen, die zijn wel redelijk in te halen. In die zin, we hebben te maken met pieken. Dat zijn met name de zaterdagen, de maandagen en de vrijdagen. Wat krijg je nu? Meer de spreiding terug naar de dinsdagen, woensdagen en donderdagen. Ja. Ook wij hebben te maken met onze leslokalen die qua capaciteit gewoon halveren. Dus dezelfde uitdaging jullie hebben spelen ook bij ons. En het is creatief zoeken naar oplossingen. We hebben dat deels gedaan door een aantal e-learning te ontwikkelen in die 7 weken dat we stil hebben gezeten. Waardoor we eigenlijk de lestijd kunnen halveren. Wij mogen de helft met e-learning doen, moeten de andere helft klassikaal doen. We deden die voorheen heel veel klassikaal. En we zien nu in deze opstart, en ik wacht dat het blijvend is, dat we veel meer naar e-learning varianten uit gaan wijken. Heel simpel. Het heeft minder verplaatsingen. We kunnen toch redelijk in dezelfde capaciteit komen. En kunnen daarmee onze kwaliteit wel kunnen blijven borgen. En dat is ook een beetje het spanningsveld waar we in zitten. En blijven in de komende periode. Van die 1,5 meter maatschappij blijven bestaan, heeft dat bij ons ook uitdagingen qua capaciteit en qua bezetting van de ruimtes. Dus je denkt ook inhaalslag te kunnen maken door op andere dagen dan de piekdagen onderwijs te gaan verzorgen? Ja, deels. Enerzijds zien we het aantal trainingen wat ingepland wat allemaal verzet gaat door. Anderzijds zien we wel dat bijvoorbeeld aanmeldingen voor vrachtwagenchauffeur, dat zie je iets stagneren nu. Vrij simpel zijn investeringen die uit te stellen zijn. Dus ik ben benieuwd hoe dat straks in juni, juli gaat. Uiteindelijk komt dat wel weer, maar de vraag is wanneer komt het weer op gang. Anderzijds zien we juist in de scholingen, met name de praktische scholingen, dus denk aan Hefstruc, de VCA, de BFW, de bijscholing van de chauffeurs in het algemeen. Die staat er wel weer gewoon normaal op in die zin. Dus wat dat betreft hebben we veel aangepast. We hebben alle locaties aangepast op een 1,5 meter samenleving. Docenten daarover geïnformeerd. Werkwijzers aangepast. Met name in de voertuigen. Dan zie je toch kort op elkaar. Met name in de personenauto. Ja. Ik ken de voorbeelden wel, maar die zien bijna bij elkaar op de lip in die zin. En ook daarin hebben we aangepast wat mogelijk. En zo proberen we toch wat handen en de voeten aan te geven om terug te gaan naar een nieuwe normaal. Het nieuwe normaal. Hoe is het bij jullie het nieuwe normaal, Manon? Hoe gaan jullie de achterstand inhalen? Alle hands aan dek wat ons betreft. We merken dat vanaf volgende week mogen we van start. En het geluk is wel dat wij eigenlijk allemaal relatief kleine groepen hebben. Op 1 groep na zijn ze allemaal maximaal 8. En daarmee kunnen we ook in onze ruimte op 1,5 meter prima uit de voeten. En zie je ook dat de drempel lager is om te komen.
En er zijn natuurlijk nog wat bedrijven die nu aangeven, ja, maar we laten onze mensen nog niet gaan, waardoor de groepen nog wat kleiner uitvallen. Maar we hebben voor juni en begin juli wel heel erg veel inhaaltrainingen en momenten gepland staan. En ook voor eind augustus, september nog. Waarbij nu ook al wel de eerste groepen mondjesmaat gaan starten. Maar je merkt wel dat daar echt een stagnatie in komt. Ook in de bedrijven zijn op dit moment wel heel erg voorzichtig in het aanbrengen van nieuwe mensen. Dus ik vind het nog best wel lastig. We kijken naar wat er gebeurt in september, oktober. Ja. Straks hebben we alles ingehaald voor de huidige groepen die nog lopen. Onze trajecten duren maximaal, het traject waar we dan met bijvoorbeeld Erik hebben bij Deltion duurt maximaal 2 jaar. Maar de meeste trajecten duren 1 jaar. Ja, dan heb je de inhaalslag nog een keer weer gehad. En we waren heel erg aan het opschalen. En die opschaling zit er dit jaar in ieder geval niet in. Ik vind het heel erg koffiedik kijken. Ja, straks te krijgen. Is het ook. Toevalligerwijs kwam er vandaag een onderzoek via PW.net, een website over personeelsachtige functies en dergelijke. Daar is onderzoek gedaan naar opleiders en de behoefte in de markt. En hoe de markt verwacht dat die behoefte gaat veranderen de komende periode. Ik zal dat onderzoek met jullie delen. Ik heb het gedownload. Een opvallende conclusie daarin is, in dat onderzoek, dat er wordt gesproken over dat mensen verwachten dat door de coronacrisis hun werk leuker wordt. Maar dat ze ook verwachten dat de opleidingsbudgetten binnen hun organisatie weer gaan dalen. Dus dat er minder ruimte is voor, terwijl hun werk aan het veranderen is. Nou, dat matcht niet echt bij elkaar. Maar goed, dat was te kort voor dit overleg om dat nog even met jullie te delen. Dat doe ik na afloop wel even. Interessante materie. Ron, kun jij wat vertellen over productieachterstand? Ja, wij per 15 juni gaan wij ook een mondjesmaat gaan wij het open aanbod weer opstarten. Met name die trainingen, opleidingen waarbij persoonlijke ontwikkeling centraal staat. En die opleidingen waar eventjes die groepsdynamiek behoefte heeft aan samenkomen, samen zijn. Nou, daarin. Even een korte vraag tussendoor, Ron. Ja? Manon, je hebt het over 1 juni. Henrik, jullie ook 1 juni. En Ron heeft het over 15 juni. 15 juni, ja. Hoe is dat verschil ontstaan? Wij zijn er weer begonnen, hè? Wij zijn er weer begonnen. Oké. Okay. 11 mei. En Gijs-Jan, wij zijn met maatwerk ook alweer een stukje bij beetje gestart. Ja. Oké. Okay. En dus op locatie, vaak op verzoek van de opdrachtgever, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Letterlijk onder mij, Ron, zijn jullie nu aan het trainen. Letterlijk onder mij. Kijk. Ja. Ja. Jan, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat de overheid heeft gezegd van per 1 juni gaat het voortgezet onderwijs weer aan de slag. En per 15 juni het mbo en het hbo, beroepsonderwijs. Maar dankjewel voor je toevoeging, Jan. Maar dan wel opvallend dat bij Wim per 1 juni wel start. Officieel zijn jullie geen mbo natuurlijk. Nee, wij zijn op 1 juni, we hebben RIVM gebeld en waar vallen we nu onder als particuliere aanbieder? Toen is ons gezegd dat wij onder diezelfde regeling vallen als de bioscopen en de theaters en dergelijke. Daar hebben we maximaal 30 mensen in de ruimte per 1 juni. Heel bijzonder. Ja, je wordt gewoon als entertainment gezien. Waar we natuurlijk ook voor zijn. Okay. Dus daar komt het verschil van. Ron, misschien kun je het verhaal nog even afmaken. Sorry, ja, en er zijn vanuit het CVB zijn er wel voorlopige richtlijnen tot 1 februari 2021 afgegeven. Nou, en die kwamen wel binnen als donderslag bij heldere hemel, want daarin viel de 2080 regel. Ja. En het is dus niet 20% van je klantengoed voor 80% van de omzet, maar 20% van het onderwijs fysiek en 80% online. Dat zijn eventjes de eerste richtlijnen. Ik merk al wel dat daarin wel wat opgeschoven wordt, gemarchandeerd wordt. En wij vanuit de LLO, maar eigenlijk al het onderwijs richting professionals, dus ook deeltijdonderwijs, hebben daarin wel een status aparte. Dus wij zullen niet zo strikt aan die 2080 zijn, maar ook nu weer handelt zoveel als mogelijk digitaal. Ja.
Ja, en dan komt nog een uitdaging bij. Want kijk, we kunnen natuurlijk heel veel onderwijs, dat heeft zich inmiddels bewezen, digitaal aanbieden. De effectiviteit daarvan kun je, stel ik vraagtekens bij, laat ik het zo zeggen. Ik ben het helemaal met je eens. Daar komt nog bij dat wij, als we digitaal onderwijs aanbieden en fysiek onderwijs aanbieden, dat wij dus docenten gaan vragen om A, fysiek kleine groepjes aan te sturen en B, digitaal lessen te ontwikkelen en te geven. Nou, ons verdienmodel in het mbo is op dit moment dat wij bekostigd krijgen op basis van 24, 25 studenten per 1 FTE. En we gaan nu terug naar een bezetting van 8 studenten per 1 FTE. Nou, we komen een gigantisch bedrijfsprobleem natuurlijk tegen als dit langer gaat duren. Kijk, voor de korte termijn is dat best een oplossing en wordt er ook veel door de vingers gezien. Maar op termijn is dat geen haalbaar verdienmodel. En dat is wel iets waar we ons best wel zorgen over moeten gaan maken. Ja. En heb ik nog niet eens zozeer over de achterstand en de volumeachterstand, want dat is wel in te halen. Ik geloof er persoonlijk niet in. Er werd ook in het basisonderwijs gezegd, leerlingen lopen een gigantische achterstand op na 8 weken. Nou, volgens mij moet je dan de zomervakantie ook gaan schippen als je dat vindt. Maar ik zie wel... ja toch? Ik zie wel een probleem met de bezettingsgraad. En ik zie ook een uitdaging met docenten die... na 2-3 maanden nu, 2 maanden is het nog maar... toch al wel behoorlijk... oververmoeidheidsverschijnselen beginnen te vertonen. En met name dat menselijke contact, datgene waarvoor mensen in het onderwijs zijn gegaan, dat is er niet. Ja. En dat kan echt op korte termijn, middellange termijn een probleem gaan worden. Erik, ik heb jou nog niet het woord gegund. Zou jij nog eens kunnen reageren hierop? Want ik hoor Jan het zeggen. En ik ben vaak iemand, ik denk eigenlijk alleen maar in kansen. Tenminste zoveel mogelijk. Soms dan sta ik ook in het hoekje te mijmeren. Maar ik denk vaak in kansen. Wat ik eigenlijk zie, wat ik heel interessant vind en heel positief vind. Ik vergelijk maar met een vrachtwagen. Als ik nu achter het stuur moet gaan zitten. Een autodidact moet leren rijden. En we zijn 2 maanden verder en ik kan dat redelijk. Dan denk ik dat iemand best wel trots kan zijn. Of niet, Hendrik, als ik dat autodidact doe. Dus hetzelfde docenten, het leeuwendeel van de docenten had nog nooit van Teams gehoord. Die denkt, Teams, wat is dat? Nou, gaan we in Teams werken? Ja, een digitaal pakket. Dus die gingen daarachter, die werden er maar achter gezet. Succes daarmee. Met een beetje ondersteuning. Hap snap, autodidact, YouTube filmpjes. En pet je af hoe ze het eigenlijk nu doen. Absoluut. Ook in het onderwijs naar professionals toe, idem dito. Ik neem mijn pet daarvoor af. Dus het is heel prematuur om nu te zeggen of het nu een succes is of niet. Je moet soms ook een jaar lang iets doen en proberen en nieuwe onderwijsmanieren ontwikkelen. We kunnen niet het één op één klassikaal naar digitaal pakken. En dat gebeurde in het begin natuurlijk helemaal. En nu wordt dat steeds beter. Ik sprak nog een docent en die zei ook, ik ben hartstikke moe om 3 uur. Ik zei, ja, maar we gaan straks misschien wel een hybride vorm. Deels klassikaal, deels anders wordt het weer. Mm-hmm. In Australië geven ze al jaren les via online. En dan hoor je ze ook niet klagen. Dus we moeten daar ook aan wennen. Het is een transitie waar we in zitten. En om nu al te zeggen, het is een succes of niet. Ik denk dat het nog een beetje te vroeg is. Naar professionals gaan wij wel na de vakantie. Hebben wij wel gezegd, we moeten echt naar dat blended toe. Dus een combinatie van online en offline. Want elk nadeel heeft zijn voordelen, zoals Cruijff altijd zei. En dat is nu ook. Want er kan niemand meer zeggen straks, Teams of elk ander pakket, nou, nooit gedaan hoor. Dan heb je onder steen gelegen. Nee. Dus het heeft heel veel voordelen. Je hoeft niet meer naar afspraken toe en te rijden. Dus het theoretische deel kan, mijns inziens, best digitaal. En het praktijkdeel, indien nodig, doe je gewoon op locatie. Dus je moet kijken, waar zit de winst? En dat vind ik een kans en ook een heel goed voordeel. Want anders had het nog jaren geduurd. Ja, ben ik helemaal eens. Maar wel even aansluiten bij wat Jan zei. De core business van onderwijsinstellingen is toch contactonderwijs.
En wij zijn geen NTI of LOE, of noem ze maar Skills Town. Dus daar is de core business online aanbieden. En voor ons zal het altijd gebaseerd zijn, helemaal in deze fase gebaseerd zijn op het huidige onderwijs. En daarin gaan we stappen maken, daar ben ik het helemaal met je eens. En daarin schuiven we ook steeds meer op naar een hybride vorm. En dat zal ook absoluut de nieuwe manier van werken gaan worden. Maar ik denk dat de grootste uitdaging is hoe ga je structuur houden en hoe hou je sociale binding in deze nieuwe manier van werken. Dan moeten we daarna gaan kijken hoe we dat gaan doen. En daar hebben we nog maar 10 weken voor gehad. Nog niet eens, want in het begin was het paniek. Daar hebben we nog maar een aantal weken. Onze onderwijsadviseurs, onderwijskundigen, zijn nog maar een paar weken bezig met nieuwe didactische vormen. Echt nog maar een paar weken, omdat er nu eigenlijk een beetje rust komt. Hoe kunnen we dat didactisch eigenlijk anders aanpakken? Dus nog maar een paar weken ervaring. Dus om daar nou te zeggen, het is wat of het is niks. Ik denk dat het heel veel kansen biedt. En als je naar regioopleiders kijkt, dat is een makel- en schakeldienst in de regio, regioopleiders.nl. Die bieden nu cursussen aan van NTI, Skillstown, nog een aantal. En dan zie je dat die, ik noem het altijd het Wekamp-effect. Wekamp was eerst ook oudbollig en er was niks. Maar in één keer is het hip geworden, omdat die zagen dat er kansen waren op het internet. En dat moeten wij ook zien. Wij moeten zien dat er kansen zijn. En misschien hebben we ons over 2-3 jaar weer helemaal getransformeerd. Net een NTI. Dat was eerst ook een saaie bedoeling. En afstand, ach, dat was helemaal niks. En nu is dat hip en trending. Want ze hebben online onderwijs. Mm-hmm. En dat wil niet zeggen dat je hetzelfde moet doen. Maar je moet heel dicht bij je core business blijven. Bij je onderscheidende manier van werken. En daarop je krachten wel bundelen. Oké, dankjewel Erik. Ik hoorde al het antwoord vanuit Deltu en al deels vanuit jullie op de volgende vraag die we geformuleerd hebben. En die vraag is eigenlijk van welke mix is er dan sprake van? Welke mix hebben jullie tussen online en fysiek onderwijs? Termen zijn misschien wat ongelukkig, maar ik ben wel eens benieuwd hoe jullie dat ingericht hebben en wat de verhouding dan is. Ik hoor al termen voorbij komen als 80-20, 70-30, maar ik ben wel eens benieuwd om verder te praten met elkaar over van welke mix is er sprake. Wie kan ik als eerste het woord geven daartoe? Mij mag je daar wel het woord geven. Ja. We hebben vanuit het CVB ook aangegeven gekregen van hou er rekening mee dat in ieder geval tot het einde van het kalenderjaar de theorielessen vooral online zullen plaatsvinden. En zoveel mogelijk praktijklessen op de locaties indien mogelijk. En een groot deel van het mbo-onderwijs vindt natuurlijk ook plaats in de stage. BBL nog meer dan BOL-variant, dat kennen jullie. Dus daar ligt ook nog een uitdaging. In hoeverre zijn de stagebedrijven in staat om onze studenten straks weer op te nemen. Ja. Ik denk, ik ken de verhouding niet helemaal van alle programma's uiteraard. Maar ik denk dat 80-20 of 20-80 misschien een beetje strak is neergezet. Maar we hebben nu aangegeven van ga ervan uit dat theorielessen in ieder geval online blijven gebeuren. Ja. En dat praktijklessen. Maar daar horen dan ook gesprekken bij. Er zit natuurlijk heel veel persoonlijke vorming in. Denk maar eens aan dat hele ondernemerschap wat wij ook hebben. Dan moet je toch hebben van intervisies en van gesprekken met elkaar en van contacten met elkaar. Maar ook de hele simpele lessen lassen of autotechniek. Ja. Je kunt de studenten niet vragen van haal de motor van je vader zijn auto maar eens even uit elkaar en zetten maar eens in elkaar in de middag. Ik denk niet dat veel ouders daarin meegaan. Dus sommige zaken moeten gewoon in de praktijk gedaan worden en daarvoor wordt de school dan opengezet. Ja, en dat moeten we zien te managen met z'n allen. Ja. In die 1,5 meter afstand. Mm-hmm. En de theorielessen met 24 man in een lokaal voorlopig nog niet aan de orde. Nee, ik denk dat bij jullie ook zo is, Rick, of niet? Ja, klopt. We werken met transport en logistiek. Er is in de regel toch een branche die iets achteraan loopt. In die zin bij e-learning niet voorop loopt. Hè, waar het in bepaalde branches heel ver gevorderd al is. En het onderwijs werkt met een leeftijd die ook wel de acceptatie en de middelen toe heeft. Dat in onze branche wel eens lastig. Een chauffeur van 60 of 70 jaar die moet bijscholen via e-learning. Die moet serieus zijn best even in het begin doen om te kijken hoe werkt e-learning, hoe log ik in. Dat soort zaken. Dat is allemaal nieuw voor hem. Anderzijds, de situatie is nu zo. En we zien wel dat de acceptatie in hoog tempo toeneemt. Dus waar we eerder tegen de grens naliepen van nee, dat hoef ik niet, kan ik niet, dat wil ik niet. Er is er geen alternatief. Je kunt
het praktijktraining bij ons. Moet je theorie, dat moet je online doen. Dat kan niet anders. Nou, en nu kan het wel. Dus dat geeft ook wel leuke inzichten in ontwikkeling daarin. Onder druk wordt alles vloeibaar. Daar komt het wel op neer. Dus daar is het wel. Dus dat levert jullie ook dan wel weer productievoordelen op. Laat ik het maar even heel technisch noemen. Productievoordelen. Ja, toch? Ja. Ja, we hebben die 7 weken hebben ontzettend veel projecten opgepakt die al lang stil lagen. Waaronder de ontwikkeling van heel veel nieuwe e-learning modules. En daar hebben we nu echt op profijt van, zodat we weer snel op kunnen starten, zeg maar, in dit geval. Okay. Dat biedt zeer kansen op, ja. Oké, dankjewel. Productievoordelen bij jullie, Manon? Ik denk in mindere mate, omdat we natuurlijk heel weinig richting e-learning kunnen doen. Maar we zijn wel echt aan het kijken wat we in blended form kunnen aanbieden. Dus hè, wat wel kan. En ik geloof dat, hè, we hebben ook heel veel één-op-één momenten erin zitten. Nou ja, aan het begin is het fijn dat je elkaar kent en dat je elkaar echt even een keer in de ogen hebt gekeken. Maar uiteindelijk, als iemand bepaalde vragen heeft tussendoor, dan is dit natuurlijk wel een super mooi medium. Want je ziet elkaar wel. Het is toch wel weer meerwaarde ten opzichte van de telefoon. Ja. En wat ik met name ook zie, en dat zei ik ook wel, is dat, nou ja, tot voor kort reed je eigenlijk voor elk bezoek naar klanten en elk bezoek of elk gesprek reed je de halve wereld rond. Ja, dat ga je niet meer doen. Daar ga ik wel even 2 keer over nadenken voordat ik dat weer ga doen. Dus ik denk aan die kant dat het wel degelijk wat op gaat leveren in de tijd die daarmee gemoeid gaat. En die tijd kun je ook weer op een andere manier weer kwalitatief inzetten. Dus daar, naar die dingen zijn we echt aan het kijken. We zijn ook wel met onze trainers, die bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap zitten en dergelijke. Om te kijken of we bijvoorbeeld, zoals we nu een dag hebben, of we dat kunnen opknippen in een e-learning stuk en een halve dag. Zo hou je toch in ieder geval misschien wat efficiënter ook. Maar ook wat... Je merkt toch mensen na een hele dag vaak best wel vermoeid zijn. En het, eigenlijk hoe meer je het verspreidt, hoe meer het ook kan landen tussentijds. Misschien wel beter was. Ja. Ron, bij jullie? Ja, wij moeten als uitgangspunt nemen dat het onderwijs gewoon niet meer wordt zoals het was. Dus 100% op de campus. En welke kant het op gaat, dat is nog onduidelijk. Hè? Maar uiteindelijk moet je opteren voor optimale balans tussen online en offline. The best of both worlds, zeg maar. En dat moet elkaar op een of andere manier gaan of moeten versterken. Uh-huh. En hoe dat eruit gaat zien, ik zou het niet weten. Wel dat we daarin echt lerende zijn. En dat we ook goed aan het kijken zijn van hoe doen partijen dat allemaal zijn. Maar wat ik aan een belangrijkere discussie vind is... Kijk, online, offline, hybride, het is een middel. Uiteindelijk het doel is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionals. Ja. En ik ben heel erg benieuwd van in hoeverre is... Die behoefte nu, je had net eventjes over het onderzoek. In hoeverre is die behoefte nu daadwerkelijk veranderd bij professionals? En welke sectoren zijn op korte termijn weer klaar en gereed om bezig te zijn met het opleiden en trainen van hun medewerkers? Even uit het hoofd, om jouw vraag daarin die laatste te beantwoorden. Even uit het hoofd, en ik heb heel snel even doorgekeken. Zorg en welzijn, vanzelfsprekend. Zeg maar de branches die ons als opleiders er in de crisis een beetje doorheen geholpen hebben. Overheid, branche, zorg en welzijn, die branches. Daar blijft vraag bestaan. In het bedrijfsleven gaat de vraag waarschijnlijk teruglopen. Ik dacht met 30% of 40%. Ja. Dat zijn wel interessante onderzoeken. Ja. En ik ga het ook graag met jullie delen straks. Stuur ik jullie dat per e-mail toe. Dus die vraag bij deze al beantwoord. Hè? Dus maar dat is niet de branche waar jij actief in bent, Henrik, met logistieke opleidingen. Nee, dat klopt. Dat klopt. In die zin, wij hebben enerzijds wel te maken met een stukje verplichte bijscholing vanuit de chauffeurs. Ja. Dat stuk zal blijven. Daarnaast is onze sector nog steeds vergrijst. Logistiek is ook een van de cruciale beroepen. Hè. Die hebben in die zin nog veel goede dingen gedaan de laatste periode. Ja. Dat zien wij ook terug in onze trainingen. Onze sector is er vrij nuchter onder. Want die hebben immers gewoon, er is weinig veranderd. Er is doorgewerkt. Het scheelt ook wel per segment, voor de duidelijkheid. En de horecabeleveringen hebben uiteraard compleet stilgelegen. Ja. Tegenover hebben supermarktbevoorrading heeft echt heel druk gehad. Dus je kunt het niet over de hele sector zeggen, voor de duidelijkheid. Maar inderdaad, het heeft gevolgen, absoluut. Wat ik zei, je ziet het al in de aanmelding voor de rijopleiding voor de vrachtwagen, zie je het al terug dat nu iets in dip krijgt. Dat zei je al, Dat is even de vraag inderdaad, wat doet het straks in de rest van het jaar? Mm-hmm.
Maar anderzijds, de instroom is wel nodig op termijn. Ja. Dus dat is wel een gegeven. We gaan het in ieder geval ervaren dat er hoe we wat we doen, dat gaat veranderen, maar ook voor wie we het gaan doen. Ik verwacht eerlijk gezegd wel ook wel op basis van dat onderzoek dat daar verschuivingen gaan plaatsvinden. Ik kijk even op mijn horloge. Ik zie dat we nog zo een kwartier hebben. Ik weet dat iemand vanaf 4 uur of 3 uur gewoon 40 familieleden over de vloer krijgt. Ik zou toch rond 3 uur in ieder geval willen eindigen en jullie weer aan het werk laten gaan en andere leuke dingen doen. Ik heb nog een laatste vraag waar ik hoop dat we daar nog even tijd voor hebben, dat iedereen erop kan reageren. Is eigenlijk heb je een voorbeeld van een inspirerend iets waar tussen de onderwijs en professionals. Dus is er iets waar je zegt van nou, daar zijn we trots op dat we dat als organisatie of ik zelf heb kunnen oplossen voor een klant of heb kunnen ontwikkelen of ben erg benieuwd of er ook dit soort verhalen bij jullie rond zingen. Dan moet je even dat was de minst lastige vraag. Ja, hè? Nou, ik denk als voorbeeld, wij zaten 7 weken stil. Daar moet de eerste week even bij komen, schakelen, dan wordt het crisismanagement. Want je gaat van een volledig volop draaiend bedrijf, waar ontzettend veel in gebeurde, planningen vol stonden. Dus binnen 1 dag is alles weg. Alles ja. Dus dat brengt je bij de vraag van wat ga ik doen met mijn tijd en wat ga ik doen met mijn mensen. Ik zit hier op kantoor met ruim 30 mensen. En die hadden de eerste weken nogal werk. Want er moest afgebeld worden. Er moest verzet worden. Dat soort zaken. Dus dan ga je geldstromen in elkaar brengen. Dat is geregeld. En dan? Wat ga je dan doen die komende weken? We hebben erover nagedacht. En wij hebben in samenwerking met regiobeleiders. Die hebben wij ervoor gekozen om iedereen verplicht een studiedag te geven. Wij hebben gezegd van. We gaan toegang krijgen tot de skilltowns. Via regiobeleiders. Wij vielen ook in de getroffen sectoren. Konden daar gebruik van maken. We hebben iedereen bij ons vriendelijk verzocht om of een dag vrij te nemen of een dag aan de studie te gaan. En nagenoeg iedereen is aan de studie gegaan. En het leuke ervan is dat je in die 7 weken tijd heel veel kennis binnenhaalt in je organisatie. Waardoor we nu weer met die extra kennis in de rugzak weer nog beter van start kunnen gaan. Dus het dwingt je tot anders denken. Anders weet je ook, het zit in het vat, dus het verzuurt niet, dat gezegd. Het komt eraan, dus laten we ons vooral voorbereiden op de tijd na het corona-lockdown, hoe we het noemen. Mooi, en daarop voorbereiden. Mooi voorbeeld, Hendrik. Ja. Dit is van de nood een deugd gemaakt. En waar de effecten nog langer door sudderen, zeg maar. Ja, dus klopt. Het is niet een tijdelijk iets geweest. Hey, we hebben trainingen ook naar voren gehaald die gepland stonden later. Dat zijn met name online trainingen geweest. En die hebben we naar voren gehaald om zoveel mogelijk bijscholing en dat soort zaken in deze periode te doen. En ja, het voelde ook een beetje als een grote bouwvak in die zin. Laat ik wel vooropstellen, wel een ongewenste bouwvak, want niemand wordt hier beter van, absoluut niet. Anderzijds geeft het wel ook weer nieuwe inzichten. Ja. Dankjewel, mooi voorbeeld, Hendrik. Wie heeft nog meer iets die zegt, nou, daar zijn we wel trots op. Ja, niet wat ik zelf meegemaakt of gedaan heb, maar de slag die we gemaakt hebben als mbo-school, maar dat is vanmiddag al eerder gezegd van waar we al een paar jaar mee bezig waren om mensen in teams te krijgen. Ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Maar dat is inderdaad zo. En alle studenten werken nu met hun schoolaccount en werken met hun school-e-mail. En alle docenten werken met teams. En iedereen is er in no time aan gewend. En wat Manon ook zei van vergaderingen. Je sprong in de auto, je rijdt even naar Zwolle toe of naar Woerden toe in ons geval mbo-raad. Ja, dat gaat straks allemaal online blijven. Je zult elkaar 1 keer in het jaar misschien nog wel zien. Want elkaar af en toe echt fysiek even zien en in de ogen kijken is altijd wenselijk. We blijven mensen, we worden geen robots. Mm-hmm. Maar heel veel overleggen, zoals dit ook. In plaats van, hoe zouden we dit overleg een half jaar geleden gedaan hebben? Ik denk ergens fysiek afspreken. Ja. Uren verder. Leuk. Ja. Het is ook leuk om maanden bij Wintersheim onder de deur te kijken en in de gangen te lopen. Ik bedoel, ja. Maanden verder, hè. En we alle agendas op elkaar plakken, vind je over 2 maanden een moment. En dit is in 2 weken geregeld zo ongeveer. Ja, precies. Dat is ook wel een voordeel van me, ja. Oké. Okay. Genoeg, Jan? Ja, dus wat mij betreft is dit een grote winst. Ja. Okay, ik zie ook wel thuiswerken aan zich wordt ook steeds meer
normaal gevonden. Ook door werkgevers, waarbij eerder nog wel eens werd gezegd, ja, doen die mensen dan ook thuis? Dat geldt ook voor ons, maar dat geldt ook voor de hele economische sector, denk ik. Ik weet niet of... Of jullie het met me eens zijn, Hendrik, misschien ik weet niet hoe dat bij jullie was. Absoluut. Het was bij ons ook wet en in die zin nog niet veel thuis gewerkt. Nu noodgedwongen wel. En leuk is dat wat je terecht zegt, dat geeft hele positieve inzichten. En met als gevolg inderdaad dat de mensen bij ons deels gewoon thuis blijven werken uiteindelijk. Dat is toch mooi? Dat is zonder dit niet gebeurd. En ik denk dat straks ook niet allemaal meer massaal in de spits gaan staan. Dat heb ik ook gezegd. Je geeft gewoon, dat ging hier ook niet. Een kind wegbrengen om 7:30 en dan ging ik in file staan. Of richting Zwolle. Ja, we hebben zonde van mijn tijd. En natuurlijk kun je wel wat belletjes doen. Maar je kunt beter weer even een paar uur in huis gaan zitten. Vervolgens naar kantoor gaan als het rustig is. Ja. En voor de spits weer terugrijden. Dat is veel efficiënter. Of in Zwolle gaan wonen. Dat is nog beter. Ja. Nee, dank je. Je glimt eigenlijk zomaar weg, hè? Ik word hier heel fijn. Wat ik nog wel heel mooi vond de afgelopen tijd. En dat heeft bij ons ook in de versnelling gezeten. We zijn er voor het MKB bedrijfsleven om ze te ondersteunen in dat talentbehoud, talentontwikkeling. En we zijn nu met heel veel bedrijven in gesprek. Omdat ze toch wel een tijdelijke of permanente uitstroom op gang gaan zien komen. Na de zomervakantie. Maar de wil om daar in een stuk op opleiding op te gaan pakken, die is wel degelijk aanwezig. En die proberen we ook echt wel heel erg het tussen de oren te krijgen. Maar daar hebben we ook al van alles voor opgetuigd. Een volledig programma nu staan om die bedrijven te ondersteunen. Enerzijds op een stukje van wat doe ik nu met mijn strategische personeelsplanning. Maar wel vanuit het oogpunt mens. En hoe gaan we dan ook straks die, met name de technische branche, hoe gaan we die mensen nu straks behouden? En zijn we een aantal scholingsfondsen ook beschikbaar. Hè? Daar waren we wel een beetje op Windesheim naar gekeken. Want het is toch wel vaak vakomscholing. Ja. Dat is niet iets waar wij als Windesheim erg actief in zijn. Maar misschien voor het MBO wel dat daar kansen liggen. Gebruik te maken van gelden. Ja, het is beide hoor. Want er gaat op beide vlakken wel uitstroom plaatsvinden. Maar wat we heel graag willen. Een aantal jaren geleden heb je in de bouw een gigantische uitstroom gehad. En daar is geen vangnet voor geweest. Nee. En wij hebben nu met een aantal bedrijven een vangnet gecreëerd voor in ieder geval de technische branche en aanverwant. Zodat die mensen die daaruit gaan stromen, dat die wel behouden blijven, zoveel mogelijk behouden blijven voor die techniek. Ook al zouden ze tijdelijk wat anders gaan doen. En dat kun je doen door om bijscholing, dan gaan we ook allerlei samenwerkingen in opzoeken. Maar gewoon, ook, gewoon heel praktisch. En ik zie dan een team binnen de organisatie staan, maar ook rondom ons heen, die daar ook allemaal heel enthousiast en volledig klaar voor staan. Top. En dat vind ik wel mooi. Ron, kun jij is er iets waar jij trots op bent? Ja, er zijn eigenlijk een aantal dingen die ik in het begin ook al even kort heb aangestipt. Eén is dit initiatief, hè, dus Win-Win-Dialoog, dat we wekelijks in gesprek gaan met bedrijven, met ondernemers, met bestuurders, met opleiders, om ervaringen uit te wisselen, om elkaar te inspireren en te motiveren. Dat vind ik een heel mooi initiatief. De wekelijkse webinars van #Windesheim deelt, die heel erg gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, En de veerkracht tijdens de coronacrisis. Dat vind ik een heel mooi concept. Want je ziet dat gewoon iedere week wordt de deelname wordt hoger. Het begint steeds meer te leven binnen de organisatie. Maar belangrijker ook nog een keer buiten de organisatie. En ik denk dat bijvoorbeeld zo'n initiatief als #Windesheim deelt. Dat je daarmee ook een heel mooi instrument in handen hebt. Om na de coronacrisis om dat verder uit te gaan rollen. Heel goed. Ja. En wat ik gewoon heel, heel mooi vind, zoals Erik net al zei, hier een nadeel heeft zijn voordeel. Je ziet nu mensen opstaan. En je ziet heel veel mensen die denken van, we gaan de mouw opstropen en we gaan er wat van maken. We gaan het positieve eruit halen. En dat inspireert anderen ook weer. Dus dat vind ik prachtig. Dat proef ik eigenlijk in al jullie verhalen wel een beetje. Hè? Dat je op sommige momenten best wel verrast was hoe... Je medewerkers, je collega's die met dingen zijn omgegaan. Erik, is er nog iets wat jij zou willen delen? Je zegt, nou, daar zijn we bij Deltion wel erg trots op. Ja, ik was al diep aan het nadenken, maar trots. Het wordt al een beetje normaal gevonden natuurlijk, al dit soort dingen. Dus ja, trots is niet... Ik heb niet iets wat er echt uitspringt. Dat je zegt, jeetje, dat... we zijn met zorg, met de nationale zorgklasdruk, van allerlei dingen eigenlijk wel bezig. Ook vanuit een maatschappelijke rol. Maar echt richting,
richting het werkveld. Of nou, ik zeg, jeetje, dat springt dan echt helemaal uit. Heb ik niet echt iets, okay. iets fysieks, nee. Dan heb ik nog wel een aantal vragen voor jullie. En zoals je weet, wij doen dit soort win-win dialogen doen we vaker. Vraag 1 is, zou het interessant zijn dat we over misschien na de zomervakantie nog eens bij elkaar komen? Is te horen hoe we gevaren zijn de afgelopen maanden. En ook weer om met het doel om te delen en misschien van elkaar te leren. Is dat wellicht een idee? Ja, dat lijkt me prima te organiseren. Ja, mij ook. Ja? Oké, nou dan ga ik dat gewoon inplannen en dan horen jullie wel van mij. Aan de andere kant, zijn er nog thema's waarvan je zegt van nou, misschien zouden jullie eens een keer met een selecte groep over dit thema verder kunnen praten. En misschien weet je daar ook dan deelnemers voor. Dat is eigenlijk een vraag die we eigenlijk altijd wel stellen. Zodat we ook een beetje vooruit kunnen plannen qua thematieken wat we willen doen. Nou, ik denk dat dat bij ons een groot thema zal worden van hoe leg je een relatie, hoe bouw je een relatie op met nieuwe eerstejaarsstudenten die instromen in september. Ja. En waar we nog geen relatie mee hebben. Ik ben benieuwd hoe we dat allemaal met elkaar doen. En of dat nu gaat om transportlogistiek opleidingen, waar nieuwe kandidaten zich aanmelden, of bij het mbo of bij het hbo. We krijgen allemaal te maken met nieuwe instroom. Ja. En dat is wel iets. En waar ik ook heel erg nieuwsgierig naar ben, is kijk, de meeste mbo-studenten, nieuwe aanwas, die hebben in de loop van, pak een beet, november vorig jaar tot en met februari de keuze gemaakt voor een nieuwe opleiding. En toen kwam corona. Ja, ja. En hoe zitten studenten daar nu in? Ja, want okay, ik kan me best voorstellen dat je heel, heel fanatiek gekozen hebt voor een horecaopleiding, omdat je daar enorme passie voor hebt. Maar hoe zit je daar nu in? Ja. Of dat je de opleiding, een creatieve opleiding gaat doen. Helder, helder. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat settelen. Zijn er bij de anderen nog thema's die wellicht aandacht verdienen? Nou, de verbinding tussen MBO en HBO, jullie richten zich echt op de mensen die zich klaargaan de arbeidsmarkt op. Wij, en ik denk Manon over, richten ons meer op de mensen die op de arbeidsmarkt zijn en van tussen sectoren bewegen. We zouden die verbinding meer kunnen zoeken. De verbinding tussen de, wij noemen dat zeg maar de instroom en de doorstroom. De instroom vanuit scholen en bij ons is de zijinstroom of de zijdoorstroom. Van de Human Capital Agenda, ik zit zelf bij de logistieke tafel van de Human Capital Agenda druk mee bezig. Qua imago, positionering. Ook om die verbinding sector overlappend te zoeken, zeg maar. Okay. Waar de techniek last van heeft. Qua uitstroom hebben wij ook wel eens last van. Ja, of je kunt elkaar weer versterken. Hè? Op het moment dat je bij de techniek tijdelijk uitstroom hebt, je zou bij de logistiek bijvoorbeeld een bepaalde plek en piek krijgen. Ja. Andersom, dan kun je elkaar helpen. Want uiteindelijk, en daar hebben wij het laatst ook over, je hebt Pietje en Pietje die werkt als monteur bij bedrijf X. Maar in de vrije tijd rijdt hij nog op de taxi of weet ik veel. Hè? Maar, of hij rijdt het bedrijf rond op zijn heftruck. Dus hij is ook ergens in de magazijn misschien tijdelijk wel aan de slag kunnen gaan. Ja. Daar waar er behoefte is. En op het moment dat je die aansluiting goed bij elkaar hebt, kun je heel snel schakelen. Ja. Ik denk met name die aansluiting, ik hoor dat eigenlijk een wekelijks, is dat toch wel als iemand ergens werkt. Ik bijvoorbeeld, ik werk er en ik wil de zorg in. Zeg, nou, dan kun je allemaal opleidingen, maar ik heb wel een huis en een gezin te onderhouden, om zo maar te zeggen. Hoe borg ik dat inkomen dan? Want ze gaan me niet direct bij een ziekenhuis aannemen. Komt u maar, een witte jas aan en succes. Dat gaat niet goed komen. Dus, en dat is een heel groot issue is dat op dit moment. Of op dit moment altijd al. Ja, dat ik niet zo makkelijk kan overstappen van de ene baan naar de andere baan. Want ik moet inkomen hebben. Ja, onzekerheid. Ron, heb jij nog een idee? Nou, het sluit wel aan bij eerdere opmerkingen. En ook wel bij jouw rapport. Jouw rapport waar je het net even over had. Dat ik gewoon heel erg benieuwd ben van wat gebeurt er nu met binnen branches en het trainen en opleiden van mensen. Ja. Wat zijn nou de belangrijkste ontwikkelingen en wat zijn de verwachtingen van opleiders in deze? Ik zal het zo direct doen. Zodra de verbinding verbroken is, stuur ik jullie dat onderzoek even toe. Maar ik denk dat je in dat onderzoek dat je daar hele mooie aanknopingspunten kunt vinden voor volgende thema's. Ja. Nou. Het vraagstuk is denk ik de NOW 2.0 komt eraan. Dus het vervolg.
is een van de verplichtingen erin een stuk scholing die verplicht gesteld wordt. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat vorm krijgt. Ja, precies. Nou, misschien kunnen we dat als volgend thema met elkaar bespreken op het moment dat dat bekend is. En dan we met elkaar eens gaan kijken van brainstormen misschien wel van welke kansen liggen daar voor ons. Ja. Ja? Het is 3:00 en ik hoor het heel taart, verjaardag. Ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken voor jullie deelname en voor jullie openheid en voor jullie antwoorden en ideeën. Bedankt voor je gastheerschap. Graag gedaan. Voor wat mij betreft in ieder geval voor herhaling vatbaar, ook in deze setting. Zo kunnen we elkaar helpen beter met deze situatie om te gaan, denk ik dan maar. Nogmaals, dank jullie wel en graag tot de volgende keer. Dank je. Veel plezier, Manon, vanavond. Ja, succes, Manon.